meter nog. 50 meter. Startgevallen, paarden onderweg. Goede start aan de binnenzijde voor de favorieten. Galopade van Floris Zet, ook een goede start voor Dylan's Dream. Dylan's Dream strijdt in de leiding met Griet Labroes. Maar Dylan's Dream maakt daarbij een galopade. En we zien ook een galopade voor Heuings Win-Win. Die valt daardoor terug naar de achterhoede. En we hebben vooraan een duidelijke koploper. En dat is paard nummer 1, Griet Labroes. Ziet er goed uit voor de favoriet. Tweede plaats erachter voor het nummer 5 van Glenda Camelot. Aan de buitenzijde meldt zich daar Emir Frisia. Maar goed, die maalt meestal niet om een metertje buitenom. En zo gaan de deelnemers dan op weg naar de verre bocht. Met aan de binnenzijde ook goed geplaatst Frans van der Blonk. Achter Hanny Zwageman. Achter deze paarden komt Danar Convital nu naar het tweede spoor. En Danar Convital heeft dan een klein voorsprongetje nog op het paard van Tom Kooijman. Dat gaat proberen aan te sluiten. En dat is paard nummer 8, Heuings Win-Win. Maar het ziet er natuurlijk uitstekend uit voor de koploper. En uw favoriet, paard nummer 1, Griet Labroes. Want Griet brengt het veld de rechte lijn voor de tribune in. Met nog 2 volledige rondes te gaan. Tweede plaats erachter, Glenda Camelot. Het eerste paard aan de buitenkant is dan de opkomende Emir Frisia. Daarachter is dan de relingzijde dan, die Hanny Zwageman. Tweede spoor voor Danar Convital. En aansluiting is er nog voor Kooijman. Achter paard nummer 8, Heuings Win-Win. Door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. Ongewijzigde situatie waarbij aan de binnenzijde Griet Labroes nog altijd hier het tempo mag bepalen. Maar Heidi Appel, ze gaat hem even ernst van de zaak maken. En brengt haar Emir Frisia nu tot schuin naast de koploper. En kan misschien zelfs wel eventjes inparkeren. Tenzij John Dekker daar een andere gedachte op nahoudt. Met zijn nummer 5 Glenda Camelot. Aan de buitenzijde dan Danar Convital. Die kon nu met de neus in de wind. Kooijman krijgt hem eigenlijk naar die startfout nog wel mooi in dat tweede spoor. Met zijn nummer 8 Heuings Win-Win aan de binnenzijde. Dan Glenda Camelot. Een aansluiting is er voor Hanny Zwageman. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish. Nog 1 ronde als ik het wel heb, Tim. Dat ik me niet ga vergissen hier. Dat hebben we al een keer gedaan. Met Griet Labroes. Buitenzijde dan Danar Convital. Aan de binnenzijde nog altijd die Emir Frisia. Dicht daarbij in het tweede spoor goed teruggekomen. Heuings Win-Win. Achter Heuings Win-Win volgt dan aan de binnenzijde ook nog John Dekker met Glenda Camelot. En aan de buitenzijde komt daar zo langzamerhand de aanval van Hanny Zwageman. En we gaan op weg naar de overkant van de baan. En het is aan kop van het veld Griet Labroes. Tweede plaats als herboren. Danar Convital. En achter Danar Convital komt dan zo dadelijk de aanval aan de buitenkant van Heuings Win-Win. Dat zijn de 3 paarden die wat voorsprong hebben. Achter deze paarden Hanny Zwageman nog altijd goed daarbij. En de binnenzijde Emir Frisia. En die nemen nu wat voorsprong op Glenda Camelot. En we komen dan op weg naar de laatste bocht. En het is nog altijd die Griet Labroes. En die lijkt ook niet meer in gevaar te gaan komen. Danar Convital op plek 2. Daarachter is dan aan de binnenzijde Heuings Win-Win. Aan de buitenzijde heeft Hanny Zwageman nog wel wat over. En we komen dan in de laatste rechte lijn. En het is hier heel gemakkelijk die Griet Labroes. Die maakt zijn favoriete rol waar. Maar achter de strijd om de plaatsen. Tweede wordt Danar Convital en derde is Hanny Zwageman. Op de 4e plaats Heuings Win-Win. Ja, Rogier. En zo lijkt het met een vaste winnaar nog een heel mooi trio te worden. Ja, dat is verrassend wat er op de plaatsen binnen komt lopen. Dat mag je gerust zeggen. Danar Convital stelde zich uitstekend voor. Oh, en Hanny Zwageman ook. En Hanny ook, kwam goed af. Wel goed. Ja.